vandaag een Q&A. Ik heb op Instagram gevraagd of jullie vragen hebben. Ik heb iets van meer dan 100 reacties gehad. Dus ga ik nu beantwoorden. Fashington vraagt, als je mocht kiezen, zou je dan een dag naar een pretpark gaan of naar een festival? Dat is echt een super moeilijke vraag. Ik vind allebei heel leuk. Maar het ligt natuurlijk heel erg aan welke bands er spelen op het festival en welk pretpark het is. Ik denk als het bijvoorbeeld zou zeggen van we gaan naar Lowlands of je gaat naar Disney, dan zou ik eerder voor Disney kiezen. Ja, maar ja, dat dus. Misschien gewoon pretpark. Nooit meer douchen of nooit geen make-up meer op? Nou, sowieso dan nooit meer make-up, want als je jezelf ook nooit meer mag wassen, dan wordt het echt ook helemaal... Dan, make-up zit dan ook niet mooi. Dat lijkt me echt heel smerig dat je dan helemaal zo... Gadverdamme. Leven zonder dieren of make-up? Sowieso weer zonder make-up. Want make-up is echt, ja... Lang niet zo belangrijk als dieren, want dieren geven liefde. Make-up is geen liefde. Als er nog maar 3 Nederlandse bands... / duo's zouden bestaan, welke zouden dat volgens jou moeten zijn? Dat is lastig, want ik vind heel veel Nederlandse bands leuk. Dus ik ga dan denken een beetje van alles. Sowieso Roast Beef. Want die is muzikaal gewoon heel erg goed. En dan The Kick. Want dat is gewoon leuk op festivals en een feest en gewoon gezellig. En Nederlandstalig. En dan... Zit ik heel erg te twijfelen tussen De Staat of Spinvis. Maar ik denk dat Spinvis ook meer in het genre van de Roastbeef ligt, dus dan ga ik toch voor De Staat. Terwijl normaal is De Staat mijn favoriete band en nu wil ik ze eigenlijk maar. Wat vind je van Justin Bieber? Nou, Justin Bieber delen iets. En dat is onze verjaardag. Verder ben ik niet zo op de hoogte van Justin Bieber. Dus ik heb er ook niet echt een mening over. Als je 2 YouTube vrienden van je mocht koppelen, wie zouden dat zijn? Tesca en Nerd. Ja, leuk hè? Zo, en Alvin de Sos komt natuurlijk maar. Dus misschien niet heel erg YouTube koppel. Koppel jezelf lekker. Ja, ik koppel mezelf met... Samir. Dus geen YouTuber. Wie zou je koppelen? Love Samir. Shazam. X Christy die vraagt, als je een snoepje mocht ontwerpen, hoe zou die eruit zien en smaken? Hij zou eruit zien als een mopshond. Een roze mopshond. Zo. Ik weet niet echt hoe je dat als snoepje kan. Maar het is een roze mopshond. En dan, als je hem in je mond doet, dan verandert die steek van smaak. Dus hij begint met het ontbijt. Hij smaakt eerst naar een soort croissant en dan naar een bagel. En dan gaat hij naar de lunch en dan smaakt hij naar gebakken ei. Heel ranzig klinkt dit. Een mopshond die naar gebakken ei smaakt. En dan donut. Allemaal slechte shit. En dan s'avonds smaakt hij naar sushi. Ik kan ook heel de dag gewoon zo op sabbelen. En dan gedurende de dag verandert hij van smaak. En hij geeft je ook echt die voldane gevoel dat je vol zit. Die mopsomt. Echt een goed idee. Wat is je YouTube crush? Er zitten zo weinig jongens op YouTube. Nou ja, niet qua Nederlanders dan, maar die zijn allemaal zo jong. Jong. Vind ik vrij jong. En qua Amerikaans, die PewDiePie. Ik weet niet hoe die heet, maar ja, die heeft een mopsomt. Dus die vond ik toen opeens leuk, maar ik vind niet, hij is een beetje apart. Dus ik vind hem niet heel leuk. En ik vond Charles Trippy heel leuk, maar sindsdien, hij is nu 2 maanden gescheiden of niet eens. En hij heeft alweer een nieuwe Ellie. En dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, dus sindsdien ben ik op hem ook afgeknapt. En eigenlijk vind ik Shay Carl qua uiterlijk misschien niet zo, zijn baard dan wel, maar verder. Maar qua karakter vind ik hem wel bijvoorbeeld heel grappig en zo. Dus ik denk dat ik met hem het beste in de flow zou zitten. Waarom ga je niet echt fulltime bloggen / YouTube? Het lijkt alsof je het allemaal maar half doet. Ik weet niet echt hoe ik op die vraag, hoezo maar half doet. Omdat ik zeg maar niet erbij blog. Of omdat ik het zeg maar niet er mijn geld mee verdien.
Want het is niet alsof ik kan zeggen van, nou, nu ga ik morgen ga ik hier mijn werk van maken. Want, ja. Als je een deel van je lichaam af zou moeten snijden, wat zou het dan zijn en waarom? Jullie hebben echt iets met lichaamsdelen afsnijden. Het is echt zieke shit. Wil je liever een superstar of een kat zijn? Nee, liever een super. Wat een superstar, dat je een soort Justin Bieber bent. Nee, soort de person. Ik zou het wel weten hoor. Superstar, kat. En als je een superstar bent, dan heb je heel veel, dan zie je heel veel van de wereld. En je krijgt heel veel aandacht en heel veel gratis spullen en geld. En als je een kat bent... Dan heb je vlooien. Dan heb je vlooien. En een kutleven. En dan worden die ballen eraf gehakt. Nee. Maar bijvoorbeeld, de kat heeft wel een heel chill leven. Ik denk dat je als superstar misschien wel een mooi leven hebt, maar wel heel druk en... hard werken. Nee, maar sowieso superstar. Als je een drankje uitvindt waarmee je terug of heen in de tijd mocht gaan, naar terug of heen in de tijd mocht gaan, wat zou je dan doen en waarom? Ja, maar dat wordt heel, heel vaak vragen gesteld over teruggaan in de tijd. Maar heb je daar een keer antwoord op gegeven? Ja, tuurlijk. En dat weet iedereen toch ook wel. Ik niet, en ik ben je beste vriendin. Ik zou teruggaan naar vroeger. En ik denk dat ik jaar of 4 ben. Want toen was ik het meest mezelf en zorgeloos. En dan wil ik terug naar de zomer van 1993. Waarin ik met mijn ouders en mijn broer naar Bretagne ben gereden. En we hebben 2 dagen in de auto gezeten. En heb ik alleen maar in de auto geslapen en toen hebben we ook in een hotel overnacht, maar ik had geen bed, dus ik moest op de grond slapen. Ik kon toen mezelf heel goed vermaken en ik had het heel leuk met mijn broer. En ik ging zelfs met Engelse mensen mee naar het strand in mijn eentje, terwijl ik kan nu al geen Engels, laat staan toen ik 4 was. En nu zou ik dat misschien niet eens meer durven. Dus toen was ik vet stoer en ik vond het leven vet leuk. Mag ik een vraag stellen? Ja. En als je terug de tijd mocht gaan, of naar de tijd toen je nog niet bestond? Zo, ja. Dus de 18e eeuw, misschien. Dat vind ik moeilijk, dat ben ik niet. Naar de middeleeuwen. Misschien wil je wel naar de tijd dat de Beatles dat je lekker. Ja, maar dan. Lekker fangirl van zo. Ik denk wel. Ja, heel saai dan toch de jaren 60. Dat het me heel interessant lijkt om te kijken hoe het leven toen was. Vooral omdat we toen sowieso geen telefoon en zo hadden. Helemaal niks om elkaar te bereiken. Mijn moeder was een keer ziek en toen kon ze niet naar mijn vader toe. En toen heeft ze een telegram moeten sturen om te laten weten dat ze niet kwam. Dat vind ik echt bizar. Ik kan me niet voorstellen dat je elkaar gewoon helemaal op geen enkele manier kan bereiken. Maar dat lijkt me ook weer heel naar, ik weet niet. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. En dan ook gewoon die muziek vond ik wel heel leuk. Gewoon net Kralingse Bos en zo. Festivals. Ik hoop dat ik hiermee al jullie vragen heb beantwoord en dat jullie het leuk vonden. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Peace out!